Er waren toch heel wat bezoekers naar La Biomista gekomen om de studio van Koen van Mechelen te bezoeken. Een wandeling doorheen de studio blijft altijd een ontdekkingstocht naar nieuwe kunstwerken van de kunstenaar. We vinden ons hier in de studio van Koen van Mechelen. Het is vandaag op een studiodag. Dus de studio wordt 2 dagen per jaar bij het begin van het seizoen van La Biomista en bij het einde van het seizoen van La Biomista opengesteld voor het publiek. Bezoekers kunnen hier de hele dag de studio komen bezoeken. En vervolgens kunnen ze de route volgen richting het grote park, La Biomista zelf, waar we nu volop ons nieuwe seizoen in gang trappen. Nu is vooral onze grote focus op de opening van Future Garden. Deze zomer gaat er een heel groot nieuw gebouw geopend worden, waar het eigenlijk de nieuwe tapirs komen, een heel nieuwe tapierweide, plus ook een lab voor de U Hasselt. Future Garden vindt zich achteraan in het park, omgeven door ook een heel nieuw kunstwerk, Simi. Er zijn ook nog enkele nieuwe kunstwerken in het park te bezichtigen, dus er is een hele vooruitgang tegenover vorig jaar. Een tochtje door het park is bij goed weer een aanrader. Men wordt regelmatig verwonderd door de grote kunstwerken, maar ook door de verschillende wilde dieren. En nadien nog een tasje koffie of een hapje eten in Nomadland maakt het uitstapje echt af.